komt uit Italië. Ja. Maar je spreekt wel Nederlands. Ja, ik versta wel. Ik spreek ook een beetje. Niet goed genoeg. Goed genoeg. En hoe komen jullie dan op deze plek verzeild? Ja, dan mag jij uitleggen. Ja, gisteren was onze jubileum. Dus ik had een verrassing. Jubileum? Ja, verrassing. Ik had een verrassing voor hem gemaakt. En, om hier te komen. Ja, we wonen in Den Bosch. En we waren gisteren in Nijmegen. En toen heb ik op Airbnb die B&B hier gezien. En hij vond dieren en zo heel. Oh ja, jij leuk. Bent wel van de dieren. Nee, ja, ik zeg al maanden dat ik hier naar de kinderboerderij wil. Omdat ik van vroeger. En we zijn nu 25 en 27. Zeg, echt een keer leuk om hier naar de kinderboerderij te gaan. En toen had ze dit als verrassing had dit gepland. Gisteren zouden we naar een restaurant gaan. Dus we reden weg. En toen zei ze, ja, we gaan gewoon naar het restaurant toe. En toen was ik in slaap gevallen in de auto. En toen werd ik wakker. En toen zag ik hier een bord staan. Welkom Tim en Denise. En toen keek ik en toen zeiden we, oh, het is een B&B. We gaan hier overnachten. En gewoon, want ze hebben hier dieren. Dus dat is een soort van kinderboerderij. Wat ongelooflijk romantisch. Ja, heel romantisch. Dus ook gisteren toen we binnenkwamen, toen hingen er allemaal slingers en een hard ballon van hart en een taart. En, dus het was, ja. Ja, met happy anniversary. Happy anniversary, oh, yeah. Want hoeveel jaar zijn jullie samen? Zes jaar. Ja. Oh, dat is geen rond getal. Normaal gesproken is 5 jaar een lustrum, ja. Hè? Ja. Maar 6 jaar, jij vond dat wel een mooie aangelegenheid om... Ja. Is zij altijd zo romantisch? Ja. Maar we zijn allebei onromantisch, als ik het zeg. En jullie zijn allebei ook wel een beetje dan van elkaar verrassen en zo? Ja, ik heb er vorig jaar ten huwelijk gevraagd ook. Dus we gaan dit jaar trouwen. Wel in Italië, niet in Nederland. Want het weer... Maar die was ook een verrassing. Dat was ook een verrassing. Ja, toen waren we in New York en toen waren we bovenop de Empire State Building. En toen had ik haar ten huwelijk gevraagd. En gelukkig zei ze ja. Ben je op één knie gegaan? Absoluut. Ja? Absoluut. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent van de ezels? Ja. Of kunnen we met u ook Limburgs praten? Nee, doe maar niet, joh. Doe maar niet. Rotterdam geboren. hoe bent u hier dan terechtgekomen? De liefde. Kijk, daar hadden we het net over. Ja? Ja. Oh, nou. Op het moment dat ik het woord liefde zeg, gaan zij hand in hand staan. Dat is het. Nou, dat is wel... Ja. Maar ze zeiden net dat de ontvangst hier zo leuk was met ballonnen en slingers. En welkom Tijmen? Tijmen en Denise, hè? Ja, klopt. Nee, dat klopt. Dus u bent ook wel een beetje romantisch aangelegd? Ja, mijn vrouw vooral hoor. Die, mijn vrouw doet de romantiek, ik doe de dieren en zij doet de romantiek. En hoeveel ezels heeft u? 4. 4? Ja. Maar u heeft van alles, hè? Ja, ezels, ponies, ganzen, honden, katten, kippen. Want als ik me niet vergis, is nog niet zo lang geleden de kinderboerderij dichtgegaan, hier een stukje verderop. In Wellerlo, ja. Dat is al een tijdje geleden. Dat is een tijdje geleden, ja. Want anders dan was Tijmen misschien daar terecht gekomen. Ja, precies. Ik zei, we moeten gewoon dieren zien, maakt niet uit waar. Ja. En toen zijn we hier teruggekomen. Maar ja, dan kan je niet slapen, hè, in een kinderboerderij. Nee. Ja, heeft een kinderboerderij plus een B&B. Ja, ja. Nee, dat klopt. Handig. Ja. Maar trekt dat ook automatisch mensen aan die iets met dieren hebben? Ja, ja? Vooral gezinnen natuurlijk. Gezinnen met kinderen. Dus, ja. Kun je ook gaan wandelen met ezels? Nou, we zijn aan het oefenen. Want een ezel is vrij koppig. Dus die moet wel even wennen aan wandelen. Heeft wel extra stimulatie nodig. En dan vrees ik dat ik toch zo nu en dan mensen moet ophalen dat ze ergens stranden. Ja. Nee, maar dan schijn je heel zen van te worden, hè? Van wandelen met ezels. Maar ja, je wordt tegenwoordig overal zen van, hè? Knuffelen met geiten, ik weet het allemaal niet. Nou, dat hebben we net toch, dus we zijn nu al helemaal zen. Ja. Ja. Zijn we hebben al met geiten geknuffeld? Ja, we zijn net het geiten. Ja? Ze hebben ook daar geiten. Ze hebben die mini geitjes. Dan ruiken jullie allebei nu naar... Ja, we moeten zo wel even handen wassen, denk ik. Voordat we in de auto instappen. Ja. Maar om even terug te komen op dat huwelijksaanzoek van jou. Ja. Op de Empire State Building. En dan ga jij daar op je... Dat vinden Amerikanen natuurlijk geweldig, hè, denk ik. Ja, er begonnen allemaal mensen te filmen en video's te maken. En te klappen, zeker? Ja, we hebben het ook op video. Ik had iemand random gevraagd van tevoren van kun je even een video maken.
Dus we... Het is allemaal vastgelegd. Dat heb je toevallig niet op je telefoon staan? Vast wel. Dat hadden wij net een nieuwe telefoon. Ja, ik denk... Ja, maar dat is natuurlijk... Als we daar even van kunnen meegenieten, dan... Hey Denise, yeah? Terwijl Tijmen aan het zoeken is, uit welk deel van Italië kom jij? Modena. En Modena? Yeah. Oh, van de snelle auto's. Yeah. Ja. Ja. Maranello is die dorp van de snelle auto. En ik kom vanuit een klein dorpje naast Maranello. Okay. Maar ook van balsamic en tortellini, lasagne, van alles. Het is ook in de buurt van Modena en Bologna. Dus daarom is hij naar Italië gekomen. Voor het eten. Alleen maar voor het eten. Ja, en een mooie vrouw natuurlijk. Ja, precies. En Nederland alleen maar stampots. Ik denk, en daar heb je lasagne en tortellini. Ik denk, daar moet ik naartoe. Maar hoe hebben jullie elkaar dan ontmoet? Via de studie. 6 jaar geleden. Toen studeerde zij in Nijmegen als uitwisselingsstudent. En toen zat zij in een groepje van mijn beste vriend. En dacht, ja, hij heeft al een vriendin. En ik heb geen vriendin. Dus ik ben toen bij zijn groepje gegaan. En toen zei ik tegen haar van, ik kan Italiaans. En dat was helemaal niet zo. Ik had 1 zinnetje had ik uit mijn hoofd geleerd. Van vroeger, toen we een keer naar een Italiaans bungalowpark gingen in Italië. Had ik uit mijn hoofd geleerd, we verzoeken u vriendelijk geen maandverband of andere voorwerpen in het toilet te werpen. En had ik toen in het Italiaans tegen haar gezegd. En toen zei ik kan Italiaans. En zei ze, ja, wat kun je dan? Spaghetti, pasta, lasagne? Toen zei ik, nee, wel een beetje iets beters. En toen zei ik dus dat in het Italiaans. En toen moest ze heel hard lachen. Ja, nu 6 jaar later gaan we trouwen, dus het is wel gelukt. Fantastisch! Ja. Jij hebt je gewoon binnengebluft. Ja, gewoon een beetje bluffen, dat werkt. Fantastisch man, echt super cool. Ja. Zinnetje nog één keer horen. Ja, dat wilde ik net vragen. Ik zei toen tegen haar, si prega di non gettare pani ingenici et altri oggetti nel wc. God, ja! Fantastisch! Ja, ik weet hem nog. Ja, en dan ook wel een goede grammatica en goede pronuntie. Lijkt echt perfect. Ja. Maar dacht jij, dit is de one. Ik heb het gevonden. En zij zei nog van tevoren, toen ze naar Nederland kwam, zei ja, ik wil absoluut geen Nederlandse vriend. Want dan zit hij in Nederland, dan zit ik in Italië en dat is lastig. En, maar ja, het is niet gelukt. Nee. Dat is niet gelukt. Denise, yeah. Hij is leuk hè? Yeah. Ja. Ja, hij heeft een heel leuk gevoel voor humor. Hij is romantisch. Hij spreekt 1 regel Italiaans. Ja. Is het inmiddels meer geworden? Ja, inmiddels wel. Ja? Maar haar familie spreekt geen Engels, dus ik moest wel. Dus de eerste 2 jaar zat ik daar gewoon aan de tafel en lekker leuk mee eten. En op een gegeven moment pik je wat dingen op en dan kun je een beetje Italiaans en lessen gedaan. Dus tegenwoordig kan ik wel een woordje Italiaans. Nee, je spreekt wel goed Italiaans. Ja. Nou ja, want als ik jou dat net uit hoor spreken, dan heb je wel gevoel voor taal. Anders spreek je dat niet zo lekker uit, toch? Ja, gevoel voor taal. Hij heeft wel de passie ook voor Italiaans. Dus hij heeft heel snel alles Lasagne, pista, pasta. Hey Denise, heb jij bijvoorbeeld een oma die je heel lekker kan koken ook? Ja? Tuurlijk. Is allebei dat die oma's. Nonna? Nonna. Yeah. Ja. Dus je hebt allebei je oma's nog? Ja. Yeah. En die kunnen allebei lekker koken? Ja. Yeah. Het is ook een beetje competitie. Dus welke tortellini zijn beter? Van één oma of van die andere oma? Of, oh, die nonna's die zijn in een soort van keukenclash met elkaar. Oh, leuk. Soort van, ja. Yeah. Oh, en iedereen heeft eenzelfde recepten. Dus het is echt anders. Ja. De eerste jaren ingrediënten en zo. En de eerste jaren heb ik gelest bij die nonna's. Als ik dan daar was, dan kon ik geen woord spreken met die nonna. En dan gingen we gewoon samen zitten. En dan ging ze me uitleggen hoe je de kleine tortellinis moet vouwen. En hoe je ze dan moet koken. En hoe je lasagne moet maken. En dan zat ik daar gewoon de hele middag. En dan was zij aan het studeren of zo. En dan zat ik met die oma de hele middag eten en hij, te maken. Hij kan nu beter Italiaans koken dan ik. Nou, ja. Misschien. Misschien. Heel goed. Heel goed. En een pizzaatje? Pizzaatje ook? Ja hoor. Ja? Ja hoor. Dat kunnen we maken. Alles kan gemaakt worden. Leuk hoor. Ja. Ja. En tot slot, ik kan me voorstellen dat... wordt er ook getrouwd in Modena? Ja, in de buurt. In de buurt. Ja. Oké. Okay. Ja.
We mogen het merk niet noemen, maar de trouwauto, zal dat ook dan zo'n snelle... Hopelijk wel, hopelijk wel. Maar dat weet nog niemand, dat weten alleen wij. Ja. Ah, dus, maar dat is wel al, oké. Wordt geregeld. En ik kan me voorstellen dat dat bewuste zinnetje over het maandverband, dat nog op de bruiloft een keer langskomt. Denk ik ook wel. Ik denk dat we misschien zo de bruiloft aftrappen. Dat heel even dat zinnetje, iedereen even de sfeer bouwen en dan gaan we beginnen. Oh ja, dus dan ga jij op het podium, jij pakt de microfoon en jij gooit dat de zaal in en dan ligt iedereen in een deuk. Ja, misschien. In plaats van atje voor de sfeer doen we zinnetje voor de sfeer dit keer.